Met het project De Grote Oogst gaan we aan de slag op de bedrijventerreinen in Brabant, waaruit onderzoek blijkt dat de grootste verduurzamingskansen te bereiken zijn. Dus we gaan echt aan de slag om die bedrijventerreinen te gaan verduurzamen op het gebied van energietransitie, CO2-besparing, hittestress en wateroverlast, maar ook stikstofreductie en circulariteit. We willen aan de slag gaan met 13 bedrijventerreinen. Dat zijn 3 bedrijventerreinen per regio in Brabant, plus Moerdijk, omdat dat gewoon echt hele grote kansen biedt. De Theodorushaven is een prachtig industrieterrein. Het ligt aan het water, de kop van Brabant. Hier begint Brabant. En op dit industrieterrein hebben we een paar elementen. Eén is heel veel logistiek, logistieke bedrijven en opslag. Maar we hebben ook veel procesindustrie, chemische bedrijven die bezig zijn met de transitie voor het gebruik van natuurlijke materialen. Het ideale toekomstbeeld is dat er nog heel veel mensen hier blijven werken. Sterker nog dat er meer mensen gaan werken. En daarnaast 4x0. Dat wil zeggen dat we geen uitstoot in het water hebben. Dat we geen uitstoot in de lucht hebben. Dat we geen uitstoot in de grond hebben. En dat er niemand ziek wordt van zijn werk. We gaan aan de slag samen met gemeenten en de bedrijven en andere samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld de waterschappen, parkmanagement. Samen gaan we een plan van aanpak maken om die bedrijventerreinen sneller te gaan verduurzamen, door bijvoorbeeld de organisatiegraad op die bedrijventerreinen te verhogen. Of aan de slag te gaan met kennis en expertise die er al is binnen de provincie, om zo echt een verduurzaam bedrijventerrein van de toekomst te krijgen. Op bedrijventerreinen wordt meer dan de helft van het totale energieverbruik in Nederland verbruikt. Dat is dus enorm veel. Daarnaast komen alle opgaven in de brede zin van energietransitie samen op bedrijventerreinen. De opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, CO2-besparing, stikstofreductie en ook circulariteit. Het verduurzamen van die bedrijventerreinen is daarnaast gewoon ook belangrijk, zodat bedrijven zich willen vestigen op een bedrijventerrein dat toekomstbestendig is. Het feit dat er honderden miljoenen in dit gebied geïnvesteerd gaat worden, wil eigenlijk zeggen dat er volop kansen zijn. De rol van ons is om in ieder geval dat te faciliteren. Een paar mooie elementen zijn onder andere de energie die hier is en de warmte die we hier hebben goed en duurzaam in te zetten en te koppelen met andere systemen. Aan de andere kant hebben we nog een opgave in het kader van de logistiek. Daarin kunnen we enorme stappen zetten, onder andere door meer vrachtwagens van de weg af te halen en ze juist via water te vervoeren. Nou, een aantal voorbeelden van initiatieven die al lopen op bedrijventerreinen zijn bijvoorbeeld BioVoice, pilots voor zon op daken, bedrijfsdaken die volgelegd worden met zonnepanelen. Maar bijvoorbeeld ook energiescans die uitgevoerd worden door de BOM. Echt heel veel diverse initiatieven. Concrete Valley is een bedrijf waar we hoogwaardige betonelementen produceren. Eigenlijk altijd prefab en voor de bouw. Ja, naast het verbeteren van ons product zijn we ook met andere stappen bezig. En kijken we met name ook naar de fabriek. We hebben een heel groot dakoppervlak van 14.000 vierkante meter. Daar gaan we zonnepanelen op leggen. En als het goed is zijn we dan in september energiepositief. Ja, ik zie veel kansen in de toekomst. Met name ook de ontwikkeling van materialen en samenwerkingen ook. In die zin heb ik het gevoel dat we aan het begin staan. En dat er gewoon nog veel mogelijk gaat zijn in de toekomst. We kijken uit naar het team vormen. Samen, one team, one mission. Echt zorgen dat we de enorme opgave die we hebben, waar Theodorushaven een enorme bijdrage aan kan leveren, samen daadkrachtig gaan realiseren.